Wordt het voor jou een rustige Koningsdag? Ja, ik ben bang van wel. Maar ik had het ook niet heel anders verwacht trouwens, met alles wat nu gaande is natuurlijk. Maar het is natuurlijk jammer dat er geen feestje gevierd kan worden op Koningsdag. Ja, lekker slapen. Ik ga niet naar buiten. Ik ga lekker slapen. Ja. Wellicht wel, maar we hebben vanochtend besproken om een borrel te gaan doen bij vrienden van ons. Ja. Ik ga niet slapen, ik ga werken. Dus hard voor de zaak, dus voor mij wordt het geen Koningsdag, maar dubbele diensten. Gewoon niet heel veel doen, gewoon een beetje thuis. Ik denk het niet, want mijn zus gaat verhuizen vanuit Duitsland naar Nederland. En we hebben met heel veel problemen zien te organiseren om die verhuizing voor elkaar te krijgen. Want dan zit je met de coronatesten, dus dan gaan de 3 naar Duitsland en die moeten eerst corona testen en die gaan daar de auto vullen. En dan bij de grens wordt het overgepakt, de auto overgepakt naar een ander. En dan wordt het door een andere ploeg in Nederland weer uitgepakt. Wanneer? Vandaag? Volgende week. Hoe volgende week is dat? Ja, weet ik niet. Denk het. Ik denk dat ik moet werken. Ja, ik denk ik ga zo, ja. In verband met de coronamaatregelen waar je nog steeds mee zit. Ik denk het nog wel, ja. Want omdat er niet veel te doen is in de stad, hè, dan blijven we thuis televisie kijken. Had het kabinet volgens u niet de zaak een dag eerder kunnen versoepelen? Nee. Nee, en omdat iedereen dan helemaal losgaat, dat kan nog niet. Dus het was min of meer een tactische zet volgens u? Nou, dat weet ik. Ik denk het wel, ja. Ja. Maar ja, ik weet niet hoeveel verandering het zou hebben gebracht. Want ook al zijn de versoepelingen er straks doorheen, in principe mag je nog steeds niet heel erg veel. Ik bedoel, je mag in de avondklok, mag je, die is er dan niet meer en dan mag je wegblijven. Maar dat betekent niet dat je opeens feest mag gaan vieren of leuke dingen kan gaan doen of wat dan ook. Nee, hoeft niet toch. Ik ga gewoon lekker slapen. Lekker luieren. Met de kinderen. Lekker. Als je hoort dat die virus weer, dan... Ja, we zitten dan zo lang mee, laten we dan nog maar een halfjaartje langer duren. Ik vind het eigenlijk onzin. En wat is de reden dat u het onzin vindt? Ja, kijk hoe druk het is. Ja. Ja, je hebt er niks aan. Dus wat u betreft hadden de maatregelen niet genomen hoeven te worden? Nee, voor mij is het niet nodig. Okay. Ja, ik werk zelf in het ziekenhuis en daar zie ik ook nog genoeg. En dan denk ik van, is dat nou wel zo goed als de versoepeling doorgaat? En wat bedoelt u met dan zie je genoeg? Nou, ik zie genoeg mensen op de IC die nou erg ziek zijn. De IC nog helemaal vol ligt in Almelo in het ziekenhuis. En hoe komt dat dan, vragen wij ons als gewone leken af? Hoe bedoelt u, als ik vragen mag? Nou, hoe komen er zoveel mensen in het ziekenhuis? Ja, die mensen zijn gewoon erg ziek. Corona, hè. En de IC ligt helemaal vol. Ja. Dus, ja. En als het een normale Koningsdag was geweest, hoe ziet die er dan uit? Voor mij? Ja, dan in de stad vieren en wat eten en wat drinken en uit eten en dat soort zaken. Ja. En nu is het even allemaal op een wat lager pitje? Ja, we moeten gewoon nog even wachten totdat de curve vaccinaties het aantal besmettingen overschrijdt. Polonaises lopen met mijn broer. Saté. Dus veel satéetjes eten. Hè? Hadden ze na de tijd moeten doen, niet voor de tijd. Nee, dat gaat allemaal fout. Ja, nee, dat is echt niet goed. Nou, dan is het ook nog mijn huwelijksdag. Dus dan gaan we met ons gezin iets gezelligs doen. Ja, maar dat feestje kan dit jaar niet doorgaan? Nee, dit jaar niet. Nou, meestal gaan we wel de stad in. Maar even gezellig natuurlijk. Ja, het is echt. En dan op het terrasje is altijd leuk. Maar ja, helaas, dat gaat nou niet. Gewoon in huisje. Misschien de stad even zo inloopt of zo. Of dat er een rommelmarktje is, even weer gaan kijken. Ja. In Almelo altijd wat te doen. In Almelo is altijd wat te doen.